goede oude tijd? Ja, het was wel de goede oude tijd, maar het was een verschrikkelijke zware tijd. Als je dan de winters echt meemaakte, dus toen de jaren 60, dat was echt heel, heel zwaar. Al de trossen zijn bevroren, kei en keihard. Het is gelijk waar staal, dus onhandelbaar. Maar de schepen die komen toch, die moeten toch gemeerd worden. Ik heb het zelf meegemaakt, ik heb een dodelijk ongeluk meegemaakt op de Westsluis. Iemand, we hadden het schip vastgemaakt en die jongen had een springzoon dwars in te zetten en die kon mij helpen. En die komt naar me toe en die troost die breekt, een jongen op slag dood. Dus, dat zijn dingen, dat vergeet je nooit van je leven. Dus. En dat zijn toch echt gevaarlijke beroepen. Niet alleen in de zomer als je lekker ziet zitten, maar dus elk schip is apart, opletten, opletten en opletten. Speciaal volk, bootlieden? Ja, echte volk, je moet van je vak houden. Kun je aangeven op welke manier het speciaal volk was? Saamhorigheid natuurlijk. Het is een werk waar je dus geen horloge moet hebben. Was mijn devise altijd. Je weet niet wanneer als je komt, je weet niet wanneer als je weggaat. Maar je kan dat niet precies zeggen. En vaak 's nachts. Lange werkdagen? Hè? Vroeger heel zeker, lange werkdagen. Dus deze sluis was dus vroeger een tijdsluis. En dit is 3 uur voor hoogwater, tot 3 uur na hoogwater werd dat geschud. Toen kwamen de schepen dus in de Westsluis daar, en de Westhaven werden ze vastgemaakt. Om te wachten. En hingen ze weer schutten en hingen ze waarschuwen. En daar kwamen pas de schepen erin, dus het was altijd dubbel werk. Dan zeg ik altijd als wij nieuwe bootmannen hadden, let op een hand voor jezelf en eentje voor je baas. Een hand voor jezelf en eentje voor je baas? Dus opletten wat er gebeurt.